spannende zaterdagavond, kan ik me zo voorstellen als je Willem II of VVV-fan bent. Want het begint zo richting de donkere dagen voor kerstmis er toch wel op aan te komen dat je niet vergeet de punten mee te nemen zo nu en dan. En de verkeerde terugspeelbal leidt tot de openingstreffer. Nee, dat wordt voorkomen door Branderhorst. Belangrijk is hij weer. Hunten weet het, dat is een buitenkansje. Had ik moeten benutten. Beetje mazzel, maar wel kordaat eruit gekomen van die Branderhorst. Hunten. Hunten en de herkansing. Voor het doel is die. Die wordt gezocht, die wordt gevonden. En weer is het Branderhorst. Kopbal van Seuntjes. Recht op de doelman af. Zijn tweede redding in een paar minuten tijd. VVV doet zich hier tekort. Mooie voorzet hoor van Van Krooi. Dan moet de doelman eigenlijk alleen maar moeten vissen. Maar nu kon hij redden. Dus blijft het 0-0. Maar nu niet meer. Dan toch raak. Dan die dat al eerder liet zien van Krooi. Van grote afstand. Zijn derde van het seizoen. En het komt. U heeft meegekeken. VVV toe. Seuntjes. Bal ingezet door T. En daar Van Krooi. Hij aarzelt niet. Vito Van Krooi. En uit de draai probeert hij het. Slecht begin voor zijn mannen. Voor hem dan dus ook. Eerste half uur voorbij. Eerste half uur. Zeker de eerste minuten daarvan voor VVV. En de kans op 2-0. Seuntjes. Gebaard. Hunten gebaard. En Lankouri. Zo nu we dan eventjes de bal. En Lankouri. Komt totaal niet uit de verf. Ligt niet aan hem. Ligt aan de manier waarop VVV dat opvangt daar. En daar Oenestal. Voor de eerste keer in deze wedstrijd tot een redding dwingt. 36e minuut. Sol. Van Krooi. Nu vanaf de linkerkant. Gehoopt op de rechterkant op Rutte. Moreno Rutte met de tijd voor de voorzet. En daar is Van Krooi. Die kan goed schieten. Maar hij schiet hem niet te ver naar de hoek. En dan kan Branderhorst redden. Dat had 2-0 moeten zijn. Wat toveren ze uit de hoekschophoed. Uiteindelijk de 2-0 via Van Brugge. Ja, maar dit is niet meer ingestudeerd hoor. Die zit er wel fraai in. Maar als je hier nog gaat verkopen dat je dit allemaal hebt bestudeerd. Want dan valt de bal sowieso terug. En dan gaan we het sowieso doen. Ja, het zal wel. Maar Van Brugge en een hoekschop. Zo is het wel. Ja, het is aan Willem II. Dat moet de wedstrijd openbreken. Dat moet die aansluitingstreffer forceren. Misschien uit deze hoekschop. Ja, bal van de lijn gehaald. En dan zit hij er wel in. Willem II terug in de wedstrijd. Ja, het moest uit een standaard situatie dan maar gebeuren. Azaoui is de man die de bal van buiten de 16 raakt. En dan is het in ieder geval qua stand weer een wedstrijd. Ook Betje is de man die de treffer op de naam krijgt. Het heeft even een aantal keren geduurd, maar nu legt hij hem dan toch op de stip. En heeft hij het dit keer bij het rechte eind. Voet blijft hangen bij Van der Linden. Leemans goed voor 5 treffers dit seizoen. Kan de wedstrijd een stuk lastiger maken voor Willem II. En dat doet hij. 3-1. Leemans blijft rustig. En schiet zijn 6e van het seizoen binnen. Dus is de marge weer 2. En daar is het toch weer spannend. Ja, je kunt er niks van zeggen. Maar sinds hij hele wedstrijden speelt, scoort hij er op los. Ook Betje. Niet dat Willem II er wat aan heeft tot nu toe. Maar hij komt daar keurig voor zijn man. Van Krooi. Hunten. Terug naar Van Krooi. Van Krooi, maar hij kan de bal niet
diagonaal krijgt. Daar komt Willem II weer. Crowley. Kroeks. Naar de linker dus. En de voorzet weer. Opmerkelijk hoe vaak hij dat toch mag doen. En daar is de gelijkmaker. Heeft VVV dat toch over zichzelf afgeroepen. En forceert Willem II toch nog een puntje, denk ik. Ook Betje met de hat-trick. Teleurstelling bij de meeste toeschouwers. Want de meeste toeschouwers zijn VVV-fan. En dus schudden sommige spelers het hoofd bij VVV. Want hier had meer uitgehaald kunnen, schuine streep, moeten worden. En hij moet toch zijn tactiek maar eens gaan wijzigen. Niet meer zo defensief en zo voorzichtig aan wedstrijden beginnen.